Gisteravond voltrok zich een opmerkelijke scène aan de tafel van vandaag in Said. Johan Derksen, doorgaans bekend om zijn scherpe tong en onverzettelijke houding, besloot plotseling weg te lopen van het gezelschap. De aanleiding, een vieze limerick van bargast en voormalig kamerlid Arend Jan Boekenstijn, die op het einde van de uitzending werd voorgedragen. Terwijl René van der Gijp en tafelgast Job Knoester hartelijk lachten om de grap, kon Johan Derksen er duidelijk niet om lachen. Zonder aarzeling stond hij op en verliet hij de tafel, een verklaring achterlatend die resonantie vond in de studio, Wilfred, hier wil ik niet meer bij horen. De onverwachte actie van Derksen zorgde voor een mix van verbazing en hilariteit onder de aanwezigen. Wilfred Gené, altijd klaar voor een gevatte opmerking, sloot de uitzending af met een humoristische noot, wie weet zijn we er morgen en wie weet zijn we er morgen ook niet. Johan Derksen is al weg, die zit al in Grollo. Het was niet de eerste keer dat Derksen voor opschudding zorgde met zijn scherpe tong. Recentelijk haalde hij nog uit naar Frans Duits, een volkszanger die hij duidelijk niet hoog had zitten. Derksen maakte duidelijk dat hij weinig op had met het idee van Duits om een duet te zingen met niemand minder dan Anouk, een van de meest geprezen zangeressen van Nederland. Zo'n ordinaire volkszanger die jij zo leuk vindt, Frans Duits, die wil een duet zingen met Anouk en hij was een beetje gepikeerd dat Anouk niet antwoordde, deelde Derksen met een duidelijk gevoel van verontwaardiging. Nou, als Anouk antwoordt, dan ben ik gepikeerd, want hoe haalt die gozer het in zijn hoofd om een van onze beste zangeressen in Nederland uit te nodigen voor een duet? Zo'n ordinaire straatzanger met iemand die geweldige soul in zich heeft. Het was een typerende uitbarsting van Derksen, die altijd recht voor zijn raapse mening ventileert, ongeacht wie het betreft. Zijn onverzettelijkheid en scherpe tong maken hem tot een onmisbaar en controversieel figuur aan de tafel van vandaag in Said.